Hallo, ik ben Jeanette, filiaalmanager van de Bebedum-vestiging in Hoogeveen. In dit filmpje wil ik u laten zien welke voorzorgsmaatregelen u kunt aantreffen bij een bezoek aan een van onze winkels in Nederland en in België. Ook in deze tijden van het coronacrisis heten we u van harte welkom in onze winkels. Uiteraard hebben we passende maatregelen getroffen om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bij binnenkomst treft u een informatieformulier aan met daarop belangrijke aandachtspunten. Ten eerste hanteren wij een actief deurbeleid. We houden het aantal mensen in de gaten, maximaal 2 mensen bij elkaar, 3 met ons erbij. Belangrijkste, we gaan de handen eerst desinfecteren, daarna verplicht handschoenen aan, zodat u ongestoord alle producten, outfit, kinderwagens rustig kunt testen in de winkel. We houden onze 1,5 meter afstand. Dat is duidelijk sowieso door de markeringen op de grond in de winkel, bij de kassa, de informatiebalies en bij het koffieapparaat. Uiteraard kunt u rustig een kop koffie of een kop thee komen drinken met maximaal 2 personen bij elkaar. In verband met een lagere bezetting in de winkel kunt u misschien iets langer moeten wachten op hulp. De betaling geschiet uitsluitend per PIN of per creditkaart. En we zouden u graag de hand schudden, maar dat doen we helaas op afstand. Zoals u ziet treffen we alle maatregelen voor u om u toch op een prettige en veilige manier in de winkel te kunnen helpen. Wilt u gezien de omstandigheden toch liever niet een winkel bezoeken, kunt u ook gebruik maken van onze nieuwe service. Dat heet advies op afstand. U wordt dan op afspraak via videobellen gebeld door een productspecialist om u toch op een persoonlijke manier te helpen bij uw aanschaf. Natuurlijk kunt u ook via de webshop uw producten bij ons bestellen. Boven de €20 wordt alles gratis thuis geleverd. Gezien de drukte bij de pakketdiensten moet u wel rekening houden met een iets langere levertijd. Bedankt voor uw aandacht en graag tot ziens in een van onze winkels in Nederland en in België.